Sloopbedrijf Konings is maandag begonnen met het neerhalen van de gymzaal van de voormalige St. George School aan de Philipslaan in Roosendaal. Na de sloop van het schoolgebouw in 2004 is op verzoek van de buurt de gymzaal blijven staan voor jeugd- en jongerenactiviteiten. Sinds begin dit jaar staat de gymzaal leeg. De gemeente gaat nu over tot sloop om vandalisme te voorkomen en toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken.